Elke speler die ooit in het eerste elftal van Vitesse heeft gespeeld, prijkt op een van de helderwanden op Papendal. Bij elkaar staan er inmiddels honderden namen op de muren. Van Just Goebel tot Dejan Surovic en van Sander Westerveld tot aan Charlie Bosveld. Vanmiddag konden er weer enkele namen worden toegevoegd. Want in de afgelopen weken hebben Liadam, Piazon en Vinovic hun opwachting gemaakt in het eerste elftal van Vitesse. Vitesse heeft in het verleden grote namen voortgebracht. Ja, Roy Makaay ken ik dan. Die heeft meer gespeeld zelfs. Dus die is ook het grootste. Louis Rolos ken ik dan niet echt goed, maar ik wist niet dat hij oud speler was, maar ik heb wel eens van hem gehoord. Maar gewoon het idee, zo'n helderwand, wat vind je daarvan? Ja, het is wel leuk. Al die namen van de spelers die gespeeld hebben zijn erin vereeuwigd. Het ziet er wel mooi uit. Dus ik vind het wel mooi uitzien. Ze staan allemaal op de muur, de helden van nu, maar zeker ook de helden van weleer, zoals Bosco Buurzac. Buurzac speelde in de jaren 70 voor Vitesse en is tegenwoordig scout bij onze club. Hij haalde een van Vitesse's beste spelers ooit naar Arnhem, Dejan Surovic. 20 jaar geleden ongeveer is Surovic hier gekomen en wij allemaal weten het goed is gedaan. Wat is nog steeds publiek kennen hem. Het is een hele mooie club en nu je er zit en dan ook nog zo gehuldigd wordt, is natuurlijk fantastisch. Ja, de man naast jou, Bosco, die ken je ook? Ja, inderdaad, die ken ik al een hele lange tijd. Het is natuurlijk dan ook een eer om bij hem te staan en ook op een wand naast hem in de buurt. Dus als ik überhaupt in de buurt kom wat hij allemaal heeft meegemaakt hier, nou, dan heb ik het goed gehaald. En tot slot vereeuwigde Lucas Piazon zich op de helderwand. De Braziliaan is er trots op op de muur te staan. I think it's nice. The idea is very nice to have all the players' name on the wall of the training ground. So every day we come, we can see our name. So it's a nice thing to see. Your name is close by, for example, Ricky van Wolfswinkel. You know him? Yeah, I know him. He's playing in Premier League now, and he did a great job in Portugal, if I'm not wrong. And I know him.